Voel jij je soms eenzaam, wanhopig en machteloos? Mis je soms vreugde en plezier in je leven? Veel pioniers en leiders herkennen zich hierin. Als je vaak voorop loopt, dan word je lang niet altijd begrepen en mis je de steun van gelijkgestemden. Je voelt je soms een roepende in de woestijn. Misschien herken je dat wel. Marianne Williamson zegt in haar boek Tears to Triumph dat veel gevoelige vrouwen tegenwoordig depressieve gevoelens ervaren en soms de hoop verliezen door de zwaarte die er op dit moment in de wereld is. Zij vergelijkt deze vrouwen met kanaries. Canaries werden vroeger bij het werken in de mijnen gebruikt als indicator voor gevaarlijke gassen. Voordat de mannen een mijn ingingen, lieten ze eerst Canaries in de mijnschacht neerdalen. Als de Canaries bleven leven, dan was het veilig. Gingen de Canaries dood, dan was het niet veilig. Veel vrouwen die nu depressief zijn of zwaar te voelen of betekenisloosheid ervaren, zijn de Canaries van deze wereld. Zij waarschuwen ons dat er te veel narigheid in de wereld is. Zie een depressie of wanhoop of betekenisloosheid als een signaal dat er iets ontbreekt in je leven, in je bedrijf of in de wereld. Onder deze gevoelens zit een diep onvervuld verlangen en het doet pijn dat dit nu ontbreekt. Of je voelt je machteloos om de situatie te veranderen. Om deze pijn en machteloosheid niet te voelen, kan een depressie ontstaan, kan betekenisloosheid ontstaan omdat je jezelf verdooft. En hierdoor ontstaat dat lege gevoel. Dan kan je levensenergie niet voluit stromen. Deze vlog nodigt je uit om je depressie te omarmen en te ontdekken wat jouw diepste verlangen is. Het is een uitnodiging om van betekenis te zijn op jouw unieke manier. Onder alle pijn, angst, woede, frustratie en wanhoop zit je diepste verlangen. En dit heeft altijd te maken met je taak hier op aarde. Als je weer contact maakt met dit verlangen, ontstaan er nieuwe mogelijkheden en ideeën. Dan schijnt er weer licht aan de horizon. Als jouw diepste verlangen. Bijvoorbeeld liefde, vreugde, vrede of rust is, wat kun jij dan nu doen om dit in je leven te creëren? Hoe kun je dit inzetten in je team of je organisatie? En welke grootst mogelijke kleine stap kun je deze week zetten om dit te bereiken? Zo krijg jij weer grip op je leven en ontstaat er hoop op een betere toekomst. Ook al is het een druppel op een gloeiende plaat, het is heel belangrijk om jouw deel te doen. Er zijn zoveel inspirerende pioniers, leiders, lichtwerkers die zich inzetten voor een nieuwe aarde, dat al die druppels bij elkaar uiteindelijk effect zullen krijgen. Ik geloof daarin. Vertrouw daarop. Houd vol en geef de hoop niet op. Alle beetje's helpen. Je hoeft ook niet de hele wereld te redden. Doe wat binnen jouw mogelijkheden ligt. Dat is genoeg. Wil jij ontdekken wat je diepste verlangen zijn, wat je taak hier op aarde is en leiden vanuit je ware essentie? Ik help je er graag bij. Kijk op mijn website voor meer informatie en graag tot de volgende vlog.